Wethouder Harry van der Molen staat op plek 8 van de landelijke CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat heeft het CDA vanochtend bekendgemaakt. Daarmee maakt hij een goede kans om volgend voorjaar zijn plek in het Leeuwarden College van Burgemeester en Wethouders te verruilen voor een plek in de Tweede Kamerfractie van het CDA. Dat betekent echter niet dat de huidige wethouder van plan is om uit Leeuwarden te verhuizen om zich in Den Haag te gaan vestigen. Nee, ik hoef niet uit Leeuwarden. Ik blijf hier ook gewoon wonen. Heel veel mensen vragen mij, nou dan ga je ook verhuizen en zo, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, wat ik het mooie vind is om voor mensen aan de slag te zijn. Dat kan ik doen als wethouder. Maar ja, voor Leeuwarden, voor Friesland in de Kamer zitten, dat heb ik eigenlijk altijd wel heel mooi gevonden. Ja, en zo vaak komt die kans niet voorbij en dan moet je hem wel pakken. Hoewel de verkiezingen nog moeten komen, lijkt plek 8 op de CDA-lijst een alleszins verkiesbare plek. Dat biedt de wethouder uit Leeuwarden een uitgelezen kans om lokale onderwerpen in Den Haag onder de aandacht te brengen. Iets wat Van der Molen beaamt. Er wordt naar zijn mening wel eens te veel over de lokale politiek gepraat in Den Haag in plaats van met. Nou, weet je, wat ik heel vaak vind is dat het in Den Haag, dan moet je vanuit Friesland altijd wel een stap harder lopen. En vanuit Leeuwarden is dat ook. Het komt allemaal niet zo vanzelf. De hele grote steden, die hebben alle aandacht. Maar ik vind eigenlijk dat vooral die wat middelgrote steden, zoals Leeuwarden dat is, maar dan zou je eigenlijk ook kunnen zeggen zoals Zwolle en Groningen zijn, dat die steden nou juist een hele belangrijke taak hebben. Want wij hebben het hier in Leeuwarden goed geregeld. We hebben een hartstikke mooie stad waar ik heel graag woon. Wat ik graag wil, is dat ik niet alleen maar in Den Haag ben, of juist niet, maar vooral hier. En het mooie is dan kun je gewoon daar, als er discussies zijn in de Tweede Kamer, gewoon ook verwijzen naar wat je hier praktisch meemaakt. En daarom wilden ze in Den Haag wel graag wethouders op die lijst erbij. Omdat ja, in Den Haag, dan praten ze vaak over ons. En dan kan ik mijn vinger opsteken en zeggen, ja, maar dit is wat wij hier echt meemaken. En dat zal mijn rol zijn. Het kunstproject DNA Leeuwarden 2018 heeft er een nieuw hoofdstuk bij gekregen. Onder het toeziend oog van wethouder Sjoerd Feitsma brachten derdejaars PABO-studenten van de NHL vanochtend hun verhaal in voor het kunstproject. Op hun beurt brachten zij dozen vol lege buisjes weer naar verschillende basisscholen in de gemeente, zodat de buisjes daar weer door basisschoolleerlingen kunnen worden gevuld. Uiteindelijk moeten er 120.000 gevulde buisjes, één voor iedere inwoner van de gemeente, in een groot kunstwerk bij het stadskantoor komen. Een verzameling van echt Leeuwarder DNA dus. Nou, het DNA van Leeuwarden, ik weet niet of er één DNA van Leeuwarden is. Dat is ook een beetje saai. En ik denk dat dat ook het mooie is van dit project. Dat we straks 120.000 verhalen van 120.000 inwoners hebben, als dat allemaal lukt. Ook nog een aantal mensen erbij die Leeuwarden bezoeken. En ik denk dat die verhalen, dat het DNA van Leeuwarden maakt. En dat kan van alles zijn. Nu zij zelf een DNA-buisje hebben gevuld, is het natuurlijk aan de PABO-studenten om het lesmateriaal naar hun basisschool te brengen en daar weer door te geven aan hun leerlingen. Derdejaarsstudente Lisa Hackert denkt niet dat dat heel moeilijk zal zijn. Zij verwacht dat de kinderen genoeg fantasie hebben om een bijdrage te leveren. En ik denk dat dat wel heel makkelijk gaat. Kinderen die hebben heel goed al in de gaten, vooral als ze dan vanaf groep 3 of zo hebben, weten ze eigenlijk al heel goed wat ze leuk vinden, wat ze belangrijk vinden en wat ze kunnen. En ik denk als je leerlingen dan zo'n buisje zet, dat gaat vanzelf. Want ze weten echt wel wat ze mooi vinden, wat ze leuk vinden. En als leerkracht heb je gewoon de taak om ze een klein beetje te sturen. Van, nou, als ze het echt heel moeilijk vinden, dan kan je even wat vragen stellen. Van nou, en vind je dat dan leuk of vind je dat leuk en wat zou je graag willen? Ik denk dat dat vooral de rol van de leerkracht is. En om af te sluiten, je hebt het net al een klein beetje op het podium al wat over verteld. Maar kun je nog één keer voor ons vertellen wat je in je buisje hebt gestopt, jijzelf? Ja, tuurlijk. Er zit een bloemetje in, een vlijtig liesje, een roze. Die heb ik gekozen, het zit nog in een knop om te laten zien dat ik mezelf graag wil ontplooien. En beter wil worden in wat ik leuk vind en wat ik ook nu al goed zeg maar beheers. Maar beter kan altijd. Ik heb daar glitters op gedaan, als van ik ben een sprankelend persoon. En dat vind ik gewoon belangrijk, dat iedereen ook kan stralen. Er zitten hartjes in om te laten zien dat je de wereld lief moet hebben en dat het ook gewoon prettig is om dat de andere mensen zeg maar leuk vinden en aardig vinden. Er zit een Bambi in, ik ben fan van Disney en Bambi is mijn absolute lievelingsfilm. En ik heb er een stukje van een armbandje in gedaan wat ik samen met mijn zusje een keer gekregen heb. Leeuwarden krijgt er een nieuw callcenter bij. Het Achmea dochterbedrijf Klant Contact Services gaat 2 verdiepingen bezetten in het kantoorpand naast de Achmea-toren.
Het bedrijf wil dit jaar nog 150 mensen in dienst nemen voor de nieuw op te zetten locatie. Op termijn moeten dit er 200 gaan worden volgens de directeur van het bedrijf, Diederik Renne. De keuze om de vestiging in Leeuwarden te openen had onder meer te maken met de infrastructuur en het snelle glasvezelnetwerk van Leeuwarden.